bringing it back. Come on, bringing it back. Krijg een afstapje. Welkom. Ik lees de tafel voor u voor vanavond. Lijkt me wel gezellig. Wilt u op de bank of? Ja, precies op de bank. Aanschuiven, maar dat zal ik beheren. Alsjeblieft. Mevrouw? Dat houdt dus in dat we niets vrijlaten, als u het leuk vindt. Het enige wat ik vraag is, ik kan het zeer aanbevelen, want zo kunt u één, de creativiteit van de jongens en de dames in de keuken zien. En aan de andere kant kan ik wellicht nog een leuk bijpassend weinig als je bent bij te zorgen. Maar ik wil dan ook de kaart mee laten zien. Ga ik je kaart zien? Ja. Als u van houdt. Hoeveel gangen is het vastingsdoel? Dat kunt u zelf kiezen. We beginnen wel vanaf 4 gangen. En dat kan tot 8 gangen oplopen. Zo. Dus ja, dat, uiteraard worden de portioneringen daarop aangepast. 8 gangen zijn mooi kleine gerechten. Ja. Als u. Mag ik een kaart laten zien, mevrouw, meneer? Nou, voordat ik dat doe, wil ik graag nog even attenderen dat we een verrassingsmenu hebben. Het is het menu van de chef en zijn brigade. Elke dag wisselt dat. En ik raad dat zeer aan. Omdat je dan nog beter beeld krijgt van wat wij kunnen kopen, kan ik beter zeggen. Leuk. Ja, graag. Toch wil ik de kaart wel even laten zien. Om een klein tipje van de sluier op te lichten. Dus als ik u de kaart zo mag overhandigen. En u. Ja. En daarbij vertellen nog dat we naast het menu ook bijpassende wijn kunnen verzorgen. Dus dan geeft u het helemaal uit handen. Nou, Cava aanbevelen om mee te beginnen. Meneer, de Sauvignon Blanc uit Argentinië. Move together. Sauvignon Blanc aan Noordloon. Ja. Mevrouw, meneer. Lekker gelunch. Heerlijk was het. Ja, heerlijk. Even in ons lounge zitje. Kopje koffie. Espresso, cappuccino, gewone koffie. Gewone koffie voor u. Voor mijn dubbele espresso. Dubbele espresso. Ja. Graag. Ik heb ook mogelijk even een lekker drankje. Zeer aan te raden in deze setting om een digestief te drinken. Cognac. We hebben cognac, we hebben armagnac, whisky, maar ook grappa. Noem het maar op. Ik heb ook een grappa. Een grappa? Ja, Moscato, Malvasia. Ik heb ook houtgelaagde grappa. Die heeft niet iets meer body, maar een zachtere smaak. Ja. Perfect bij de koffie. Ja. Hij gaat dus hoor. Ja.